We gaan vandaag een speciaal recept maken. Dr. Dutch. Een combinatie van ketel 1 jonge jenever, geshaked met de Kuiper Curaçao liqueur. Verse citroensap. Het is heel belangrijk dat je verse producten gebruikt. En een heel klein beetje almondsiroop. Een lekker fris zomers drankje met een heel klein zoetje. Als je weet dat je je cocktail gaat serveren in een cocktailglas, is het belangrijk dat je je cocktailglas voorkoelt. Dat kan je doen door hem in de koelkast te zetten of in de vriezer. Vandaag zullen we hem koelen door er gewoon crushed ijs bij te doen. Terwijl je je cocktail bereidt, staat je glas lekker te koelen. Het tweede wat je gaat doen, alle ingrediënten schenken in je cocktailshaker. We beginnen met ketel en jenever. Daar gebruiken we 35 ml van. Gevolgd door de Kuiper Curaçao liqueur, 15 ml. Zoals ik al aangaf, verse producten zijn ontzettend belangrijk. Daarom gebruiken we vers geperst citroensap. Hiervan gebruiken we 25 ml. Almondsiroop, beter bekend als orgeat. Een amandelachtige siroop die werd veel gebruikt in de tiki drankjes. Hiervan gebruik je 15 ml. Nu komt het moment dat we gaan shaken. Ijs is ontzettend belangrijk als je cocktail gaat shaken. Gebruik daarom altijd heel veel ijs. Shaken doe je ongeveer 10 à 15 seconden. Dat ligt een beetje aan je drankje. In dit geval wil ik hem heel erg koud hebben, dus shake ik 15 seconden. Uiteindelijk schenk ik het uit in het glas en daarvoor gebruik ik een theezeefje. Het theezeefje zorgt ervoor dat alle kleine stukjes pulp van het verse citroensap en ook de ijsschilfers achterblijven in het theezeefje. Als laatste garneer je natuurlijk je cocktail met een garnering. In dit geval heb ik gekozen voor een zest van een citroen. De oliën worden uitgespoten over het drankje en geven een extra aroma aan het recept. De Dr. Dutch is ready to be served.